Stichting Projecta is in april 2019 gestart met het eenjarig project Spelen met Democratie. Het doel van dit project is jongeren op een speelse manier bekend te maken met de principes van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Het project wordt in samenwerking met de Nederlandse ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, uitgevoerd. 26 personen van 16 gemeenschapsorganisaties uit 5 districten zijn al getraind in het gebruik van de door Projecta en ProDemos ontwikkelde toolkit Spelen met Democratie. Afgelopen zaterdag is voor de tweede keer een democratische speeldag gehouden op het Surinaamse Pedagogisch Instituut. Carol Wens van Stichting Projecta vertelt meer over deze speeldag. Deze speeldag is georganiseerd in het kader van het eenjarig project van Stichting Projecta, genaamd Spelen met Democratie. En dit project doen we in samenwerking met onze Nederlandse partner, genaamd ProDemos. ProDemos staat voor Huis voor Democratie en Rechtsstaat. En het is met financiële ondersteuning van de Twinning Faciliteit Suriname-Nederland. En het doel van dit project is om kinderen op een spelender wijze te leren over democratie, rechtsstaat, mensenrechten en in het bijzonder kinderrechten. U heeft net gezien dat de kinderen zijn gaan stemmen. De kinderen hebben dus door middel van een spel Wat eten we? Geleerd hoe je tot een besluit kan komen, hoe mensen tot een idee komen om iets te doen. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd dat je het door middel van loten kan doen. Je kan het door middel doen van praten, overleggen. En je kan het door middel van stemmen doen. En ze hebben dus ook zo een beetje mogen proeven hoe het eraan toe gaat. Waarom besluiten worden genomen en hoe besluiten genomen moeten worden. De democratische speeldagen worden georganiseerd voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Prudence Mooiman vertelt wat ze heeft geleerd op deze dag. Jill Sumter van de buurtorganisatie Pont Buiten vertelt ook over haar ervaring. Ik heb geleerd over rechten en hoe mensen stemmen. En welke rechten heb je geleerd? Over onderwijs, spelen en schoon drinkwater. En kun je misschien 3 manieren opnoemen hoe mensen kunnen stemmen of hoe mensen tot een besluit kunnen komen? En uitleggen, loten trekken en stemmen. Gelukkig heeft Stichting Projecta hele leuke en kindervriendelijke spelletjes ontwikkeld. Die we dus hebben geïmplementeerd of hebben gebruikt de hele dag door. En echt spelletjes zoals waar of niet waar is een van de spelletjes. Pictionary, waarbij ze dan zelf een recht moesten tekenen. Uitbeelden als het ware en de rest van de klas. We hebben dat in groepsverband gedaan en de rest van de klas moest dan raden welk recht dat is of welk recht ze herkennen uit de tekening. Jill Sumter van de buurtorganisatie Pont Buiten over de democratische speeldag afgelopen zaterdag. Voor haar vertelde een van de jongeren, Prudence Mooiman, wat ze van het spelavond vond.